Ben je ook zo fijn proactief? Of misschien wel resultaatgericht? Word je ook helemaal wild als er een casus is die je mag aftikken in een bilaatje en samen een stip op de horizon zetten? Als jij dit allemaal kunt verstaan, dan leid je aan een bijzonder ernstige vorm van managementgezwam. En managen is natuurlijk ook een beetje een vaag vak. Het is geen wetenschap met wetenschapstermen. Eerder is het gevoelswerk waaruit belangrijke beslissingen genomen worden. En de manager moet autoriteit halen uit de woorden die hij of zij kent. Vaak zijn dat woorden uit de wat populaire, platgeslagen managementboeken. En die staan dus vol clichés, taalfouten, metaforen en een overdosis aan Engelse termen. Zet daar voorzichtig een voorzetsel bij en het lijkt wat. Bijfocussen, uitfaseren, herbenoemen, doorontwikkelen. Of wat dacht je van helikopteren, implementeren en uitkokoenen. Wees niet bang. Ik ben tolerant. Van mij mogen al die managers met elkaar dat taaltje spreken. Onder elkaar, van manager tot manager. Net zoals het Limburgs en het Fries. Maar waakzaamheid is geboden. Want let op, de niet-managers zijn deze spraak aan het overnemen. Docenten spreken het namelijk ook al. En wijninkopers en huisvaders. En stratenmakers. En wat dacht je van die high potentials die het bedrijven instromen? Je weet wel, die jonge honden met puppy power die liever de Kilimanjaro beklimmen dan de carrière-ladder. Tijdens een vergadering van, let op, niet-managers, hoorde ik onlangs dat Jan en Margot iets wilden kortsluiten. En Bart wilde het dichttimmeren, waarna Gerda vroeg wie dat zou oppakken. En toen er een grote stilte volgde, zei Bart weer dat hij het in de week zou leggen. Het is echt waar. Jan en Margot, die van die kortsluiting, die zeiden dat ze de taak liever parkeerden. En Bart noemde de organisatie vervolgens een moeizaam bij te sturen tanker. En iemand anders vroeg, welke koers moeten we gaan varen? En dat roept mij natuurlijk onmiddellijk beelden op van de Titanic die een ijsberg ramt. Maar wel het topje van de ijsberg dan. Taal stuurt. Mensen volgen. Dus pas op met wat je zegt. Wil je eens praten in heldere taal? Ik Skype graag met je. Heldere taal. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.